Hoe geschift moet je nou zijn? Dat is de vraag. Hoe in de war moet je nou zijn als je die dingen doet die ik de laatste tijd allemaal gelezen had? Gingen ze spugen? Ze spugen op buschauffeurs, op politieagenten. Hey, nou dan ben je zo verschrikkelijk in de war. Dan ben je waarschijnlijk net niet rijp voor een inrichting. En dan mag je nog los rondlopen. En dan bedenk je bij jezelf, in deze zware tijden die wij doormaken, weet je wat ik doe? Ik spuug eventjes bij mensen in uw gezicht. Nou ja, hoe geschift? En dat is de vraag, moet je dan zijn? Heb je dan helemaal niet in de gaten wat er zich afspeelt? Heb je dan niet het verdriet gezien bij al die mensen op die intensive cares? En voel je dan niet hoe de maatschappij kreunt in deze crisis en bijna bezwijkt? Dat kan je toch niet ontgaan? En de zorgen en de angst bij de mensen. En dan denk je bij jezelf, ik spuug maar een beetje rond, want ik dacht eerst, is er incidenten? Nee, vandaag lees ik het weer. 6 jongens op scooters, die gewoon een meisje die ook nog eens werkt op een intensive care, en die spugen ze vol. Dan ga je zo verschrikkelijk door ondergrens heen. Dat is niet... Hey, Grapperhaus, luister nou eens even goed. We gaan die mensen niet een paar weken opsluiten. En we gaan niet eventjes een paar maanden. Nee, die gaan we eens even een tijdje wegdoen. Want als je je zo gedraagt, dan heb je ook geen recht om mee te doen aan de maatschappij. Dan moet je gewoon even een tijdje weg. Dus, Grapperhaus, als dit weer gebeurt, het gespuug, dan ga jij erin met taf, gestrekt been.